Nous voici chez Fleur van der Wiel à Amsterdam. Elle est écrivaine et illustratrice. Son nouveau livre magnifique, un livre pour enfants, Une vie de chaton, paraîtra aux éditions La Partie dans la traduction d'Emmanuel Sandron. Ik ben Fleur van der Wiel. Ik woon in Amsterdam. Ik ben illustrator en schrijver van beroep. Daarnaast maak ik ook filmpjes voor kindertelevisie. En ik maak dus kinderboeken, waaronder dit is mijn laatste boek, De Knoeipoezen. Het verhaal gaat over een dag. Je volgt de poezen, mijn poezen een dag. En dat gaat eigenlijk van de ene kant naar de andere kant. Het springt, het verhaal springt van het eten 's ochtends. Dat ze daarna zich gaan wassen. Daarna gaan ze naar buiten om te spelen. Eigenlijk volg je gewoon het leven van de poezen. Wat heel erg bestaat. Zeker voor die zwarte poes. Uit eten, eten en eten en spelen. Ik hou heel erg van interactief lezen. Lezen is voor mij niet, zeker met hele jonge kinderen, want dit boek kan je vanaf 1 jaar al lezen of bekijken. Maar lezen is voor mij niet iets wat je, waarbij een kind niet meedoet. Ja, mijn kinderen wilden graag meekijken, meezoeken, kleuren benoemen, tellen, zelf woorden verzinnen, zeggen wat mag. Oh, die poes doet iets stouts of niet. Dus voor mij is lezen echt interactief bezig zijn met je kind. Dit boek is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar of 1. En kinderen van 1 die zullen eerder alleen maar de plaatjes bekijken. En oudere kinderen die gaan mee zoeken, gaan mee tellen. Gaan kijken, meekijken wat voor dieren er allemaal in de tuin zijn. En... Maar er staat bijvoorbeeld ook een poesentaal in. En die kan je, dat zullen dan misschien weer iets oudere kinderen zijn die dat dan leren spreken. En fantaseren van, ja, wat zeggen die poezen nou eigenlijk als ze de hele dag miauw, miauw. Ja, wat betekent dat? Ik wil brokjes of ik wil naar buiten. En dat kan je samen met je kinderen, kan je dat bedenken en fantaseren. Wanneer ik boeken maak voor kinderen, wil ik dat ze aansluiting voelen. En voor mij is misschien belangrijk ook het interactieve, zeker voor de jonge kinderen. Dus dat ze mee kunnen doen. Dus dat het echt iets is wat je samen met je ouders of met je vriendjes... En dat het boek verder gaat dan alleen de tekst wat je leest. En dat is bijvoorbeeld met de poezentaal. Ik heb een hele poezentaal ontwikkeld. Of nou, ontwikkeld, eigenlijk wat die poezen vertellen. Dat maak ik duidelijk in het boek, wat ze bedoelen. Dus miauw is een blik. Of mauw, miauw. Nou ja, wat zou dat dan zijn? Is dat dan juist kaas? Of is dat een vogel? En dat vind ik leuk voor kinderen, dat ze zelf die fantasie verder ontwikkelen. En dat je dus verder kan, dat het boek verder gaat dan het boek zelf, dat je erover kan praten. In mijn boek probeer ik steeds allemaal dingen te verstoppen. Ik wil het niet heel duidelijk vertellen, maar probeer het te verstoppen. Dus al die verschillende kleuren deuren, weet ik als kind, ga je op een gegeven moment, ga je als ouder vragen van, goh, welke kleur deur is groen of welke is grijs? Dus er zitten allemaal extra laagjes in dit boek. En dat gaat over kleuren, maar ook over tellen, over insecten, dingen benoemen. Ik probeer de hele tijd laagjes erin te doen, want ik weet bijvoorbeeld, nou, deze illustratie. Dan zie je allemaal lieve heersbeestjes. Het gaat eigenlijk daar helemaal niet over. Het gaat over dat de poes kwijt is. Maar dan vind ik het leuk om al die lieve heersbeestjes erin te doen, want ik weet, dan ga je tellen. Ben je al wat ouder als kind, dan kan je ook nog eens de stippen tellen. Dus het is misschien hoe ik met mijn kinderen las, maar zo lezen volgens mij heel veel kinderen. Dus zoeken, tellen, nou, leren.